Ontevreden bushouders hebben vanmorgen een protestdemonstratie gehouden bij de rotonde aan de Jagannath Lajmanstraat, nabij het hoofdkantoor van het ministerie van OWTNC. De bushouders protesteren omdat ze nog geen tegemoetkoming hebben ontvangen voor de bijkans 2 maanden dat ze niet hebben gereden vanwege de lockdown. De bushouders waren erg verhit en hebben de rotonde aan de Jagannath Lajmanstraat geblokkeerd, waardoor het verkeer gestremd werd. Faisal Belay, trekker van de protesteerders, zegt dat de bushouders nu in armoede leven. Ze hebben heel lang geduld betracht, maar de maat is vol. De bushouders willen eindelijk hun lockdownvergoeding hebben. Belay zegt verder dat de achterstand van 3 maanden aan subsidiegelden moet worden ingelopen. Daarnaast willen de bushouders concreet van de OW-minister Chotkan weten hoe het staat met de gevraagde tariefsaanpassing. De demonstratie is volgens Belay een manier om de aandacht van de minister te vragen. We kunnen niet meer, dus je kan die jongens niet kwalijk nemen wat ze aan doen. We willen aandacht hebben van de minister, van de overheid. Maar ze kunnen ons niet vierkant laten, toch? Laten we eerlijk zijn. Kijk hoe ver we al zijn van de COVID. Het is al meer dan 2 maanden dat we thuis zitten. We hebben geen brood. Dus die jongens gaan sowieso, ze hebben gevraagd naar geduld. Geduld is opgeraakt. Hoe lang ga je geduld hebben? Hoe lang ga je je kind zeggen thuis van, hey, heb geduld, ik ga je vandaag geen brood kunnen geven. Hoe lang ga je dat doen? Is al mooi geweest. Dus we willen aandacht en we willen antwoord vandaag hebben van de minister. Dus daarom zijn we vandaag hier. Hij moet met de optie komen, want kijk, elke dag gaan ze op straat, oh, meet the people. Laat hij vandaag hier komen, met de busman. Koeieren van man, sanatorie, wat hij te vertellen heeft. Want we horen, er is zoveel geld opzij gezet in verband met COVID. Maar we merken niks aan. We worden gewoon van het kastje naar het muur gestuurd. We zijn al ook moe. We zijn al ook moe van mijn voorzitter. Dat hij elke keer hier moet komen, onderhandelen. Dat komt hij ons vertellen. We zijn al moe van die verhaaltjes. Dus we zijn in actie vandaag. Sorry dat de politie hier moet komen en dat die jongens zo gedragen. Maar dit is de enige manier dat we een beetje aandacht kunnen krijgen. Faisal Belay, hij is trekker van de protesteerders. We spraken hem vandaag tijdens de protestdemonstratie van bushouders op de rotonde van de Jagannath Lajmanstraat. Belay benadrukt dat de particuliere bushouders geld willen zien omdat ze nu in armoede leven vanwege de partiële lockdown.